We staan hier bij onze grote kerk in Breda en daar zijn volop werkzaamheden aan het klokkenspel hier in de toren. We gaan aan de stadsbeheerder Paul Maassen vragen waarom dit gebeurt en hoe hij dat zelf allemaal ervaart. Wat gebeurt er precies allemaal? Op dit moment zijn ze de bijaardcabine, mijn kantoor, in de toren ter hoogte van 60 meter. Bij de wijzerplaten zijn ze aan het afvoeren met een grote kraan, en dat zie je achter je. En dat is een behoorlijk gebeuren, alhoewel het vrij makkelijk schijnt te gaan. Het is gewoon, die kraan die gaat naar boven toe. En daar doen ze de deuren en de ramen en het materiaal van het hok. En natuurlijk het oude bijaardklavier in. En dat gaat dan naar beneden toe. We staan hier op de historische plek waar de bijaardcabine altijd geweest is. Hoe is het voor u om hier nu een leeg klokken gebeuren te zien? Ja, want boven ons zien we een groot gat. Daar heeft 27 jaar de bijaardcabine gehangen, waar mijn overgrootvader ooit is begonnen. Hij heeft die cabine laten bouwen in de jaren 20. Dus het heeft alleen maar in de familie gezeten. Dus dat is wel een prachtige waarwording dat hok wat je zo goed kent, want ik ken het ook al vanaf mijn allereerste jaren, dat nu weg is. Van de andere kant komt een nieuw hok en daar kijk ik ook heel erg naar uit. Het wordt denk ik nog wel een hele tour. Ze maken het beneden op de grond helemaal prefab maken ze het klaar. Dus het is eigenlijk gewoon een bouwpakket, IKEA sleuteltje en in elkaar zetten. Tenminste, dat is de meest ideale gang van zaken. Ja. Nou, ik zou zeggen heel veel succes en hoop dat het snel klaar is, dat we het mooie geluid weer kunnen horen wat je voortbrengt op je klavier. Ja, dankjewel. Ja, het is nu wel erg stil in de stad ook, dus ook daarbij heb ik hoop en vrees. Ik hoop dat de mensen wel weer denken, oh ja, fijn klokken, in plaats van, hé, verdorie, het was een maand lekker rustig. Maar goed, dat hoort ook bij de binnenstad van Breda, daar horen klokken bij.